Goedemorgen. Het is 9:50 en ik ben net uit bed. Praten gaat nog niet vanzelf als ik net uit bed kom, maar dat zal gedurende de ochtend wel beter worden. Het is wel nog iets erger, heb ik het idee. Mijn hoofd doet ook een beetje zeer. Het is een beetje zwaar en ik zit zo vol. Maar ik heb om 10:30 een afspraak voor mijn nagels. Het roze gaat eraf. Ik heb Jarno laten kiezen. Oh, mijn wekker. Ik was voor mijn wekker wakker, dus het is nu pas 9:45. Ik heb Jarno laten kiezen. Ik zei, jij mag een kleurtje kiezen. En die heeft gekozen voor zilver. Dus het wordt zilver. Ik vind zilver ook wel leuk, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit gehad, dus we gaan het gewoon doen. Ik ga nog even een beetje opmaken. Oh, ik zie er ook zo beroerd uit. Ik zie er echt uit zoals ik me voel. Gewoon dik, opgezwollen, verkouden, vol. En vanmiddag gaan we bij de ouders van Jarno in de tuin zitten. Lekker in de zon. Oh, man, dit is echt niet chill. Even kijken. Er zijn er twee soorten zilver. Ook nog eigenlijk een beetje donker. Deze dan, denk ik. Ik twijfel wel een beetje. Ik ga er nog even over nadenken of ik ga luisteren. Ik ben weer terug. En ik heb braaf geluisterd. Ze zijn zilver. Ik vind het echt onwijs heftig. Ik moet er echt aan wennen. Deze lijkt wel weer scheef, hè? Zie je? Die middelvinger die is scheef. Het is toch wel een soort van afwijking die ik altijd heb. Ze zijn ook weer een stukje korter. Dat vond ik ook wel fijn. Die is ook scheef. Ja, ik vind het wel echt pretty heftig. Of zo. Nou ja, ik heb geluisterd. Ik heb gedaan wat Jarno wil. Ik dacht dat toen ik erop ging, ik dacht, oeh, ik weet niet of ik dit... Maar het is ook wel een keer leuk om te doen wat hij wil. Ik stuur nog een berichtje. Even kijken hoor, waar is mijn telefoon? Ik dacht, misschien kan ik hem nog op andere gedachten brengen. Want hij had gisteren ook gezegd, ja, misschien een keer iets van blauw. Dus ik zag een blauwe en dacht, oh, die vind ik ook wel leuk. Dacht, als ik nou gewoon even foto's stuur van die blauwe en die zilveren, dan zegt hij misschien wel blauw. Hier. Deze. Dus stuurde ik, welke wil je? En toen stuurde hij zilver. Toen dacht ik, oh oké, het wordt dus zilver. Hallo Tigrootje. Wij hebben in het centrum een drankje gedaan, maar ik ben echt niet oké. Ik zat haar echt als een beetje een dood vogeltje en ik wilde eigenlijk niks eten, niks drinken. Dus Jono zegt, wat doen wij hier eigenlijk? Ga gewoon naar bed. Maar ja, ik vond het zo stom, want het was een beetje, we waren lekker samen op terras. Hij zegt, je bent hier alleen maar voor mij. Hij zegt, dat geeft niet. Hij zegt, ik vermaak me wel, ga maar lekker naar bed. Dus ik ben weer thuis en ik ga nog even naar bed. Het is nu 2:50. En dan zet ik de wekker om 4:00. Ik kan nog even liggen, want ik wil echt wel naar het werk. Ik wil het gewoon in ieder geval proberen. Weet je, als het niet lukt, dan zeg ik gewoon rond een uurtje of 8:00. Van, nou, sorry, ik heb het geprobeerd, maar ik ben echt op. Maar ik ben gewoon snotverkouden en mijn keel doet zeer, maar... Het is anders dan gisteren, zeg maar. Gisteren was het alleen dat. En vandaag is het echt... Alles is zo moe en ik ben zo futloos. En ik wil niet eten. En... Dus ik duik mijn bed in. En dan... Ja, jullie zien me straks wel weer. Ik ben mijn bed weer uit. En ik heb eventjes een extra laagje... Auw, de kat is eruit moeten pakken. Wat doe jij? Even een extra laagje mascara opgedaan. Ik voel me wel iets beter, moet ik zeggen. Ik voel me nu ook wel een beetje brak. Ik kom ook net uit bed, sorry. Dus dat is niet zo gek. Maar een beetje dat hele zware van mijn hoofd is er wel een beetje af. Maar ja, ik ben wel een beetje bang dat als ik nu ga werken, dat het dan morgen nog erger is. Maar ik ga het wel gewoon doen. Heb ik besloten. Ik ga, auw, tijger, hou daarmee op. Ik heb besloten, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon als ik binnenkom wel zeggen, van, nou, ik voel me niet zo lekker. Maar ik wil het wel gewoon proberen. En dan zien we het wel. Ja. Ik wil ook van mijn beste kant laten zien. Ik werk er nog niet zo lang.
En ik voel me wel weer iets beter. Ik heb alleen nog niks gegeten. Ik ga wel even proberen een crackertje nog te eten, denk ik. Ik moet over een kwartiertje weg. Dus nou, even omkleden, even een crackertje eten. Oeh! En dan deze poes die me ontzettend lastig valt knuffelen. En dan gaan we het gewoon proberen vandaag. Een crackertje met kipfilet, it is. Ik kom uit het werk en ik heb gedoucht. En het was echt super zwaar. Ik ben echt kapot. Ik merkte eigenlijk vanmiddag natuurlijk al. En ik twijfelde heel erg of ik wel zou werken. Maar ja, het was wel een goede keuze om wel te gaan. Vind ik nog steeds. Maar zelfs Kendra, een van mijn collega's, zei op een gegeven moment: wat ben je stil? Jij bent altijd degene die altijd... ja, dat zei ze ook. Vorige keer zei ze ook: waar haal je altijd energie vandaan? Maar ik ben gewoon echt wel van het doorgaan en het knallen. En ja, nu was ik echt het tegenovergestelde. Ik was gewoon stil en ik was mijn taak aan het uitvoeren die ik moest doen in de hoop zo snel mogelijk klaar te zijn. Dus ik heb heel snel lekker gedoucht. Ik heb ook echt mini oogjes. Ik hoop echt dat het morgen beter is, want ik moet morgen dus 10 uur werken, van 12 tot 10. En als dat is zoals ik me vanavond voelde, hou ik dat niet vol. Dus ik ga er sowieso wel, dat weet ik nu al. Alleen, nou ja, we gaan even niet van het slechtste uit. Ik hoop dat dit de slechtste dag was. Want als ik me morgen voel zoals ik me gisteren voelde, dan gaat het wel weer goed komen. Dus het was wel echt... Ja, ik ben gewoon een beetje kapot. Maar gelukkig op mijn vrije middag. Dat scheelt. Oh, ik hoop echt... Nee, ik ga er niet over nadenken. Ik ga naar bed. Bedankt voor het kijken. Wel trusten en tot morgen.